En daarvoor zijn wij heel dankbaar. En jullie zijn ook altijd hele trouwe bezoekers. Dus in november misten we jullie echt. Maar wij hopen wel dat jullie het heel fijn gehad hebben. Ja. Alleen koud. Echt wel. Het is hier wat beter dan daar. Oh. Ja. En de verkeerde jas erbij natuurlijk. Maar we hebben het samen altijd gezellig. Dus. Ja, ja. Of niet? Of niet, zo waar gaat het op. Op die komen niet helemaal laat, hè, Max? Dus hopelijk zien we jullie nog heel veel jaren, komen we elkaar nog dikwijls tegen op al onze concerten en bijeenkomsten. En we hopen dat deze avond heel lang in onze herinnering zal blijven, dat dit een hele mooie avond wordt. En dan wens ik jullie dus een hele fijne avond. En voor daarna, want ik weet niet of ik het tot het eind van de avond volhoud, wil ik jullie ook alvast nog heel veel gezondheid en geluk toewensen. In de toekomst. Dank u wel. Deze mars behoeft verder weinig toelichting. Het Spaanse temperament is hierin zeer goed herkenbaar. Heel veel plezier. Ja.
Muzieksoorten, te weten dansen, te weten in Cuba en in het begin van de jaren. Sorry, ik lees het helemaal verkeerd. Ik ben helemaal erop. Dat krijg je, hè? Oké. Het stuk bestaat uit 4 Zuid-Amerikaanse muzieksoorten, CQ dansen. Te weten, cha-cha-cha. De cha-cha-cha is een dans die werd voorgegaan door de mambo en is ontstaan in Cuba en in het begin van de jaren 50 bekender werd toen de cha-cha-cha opdook in de nachtclubs van de Verenigde Staten. De Big Wing. De Big Wing is een muziekgenre uit Martinique, ontstaan in de 19e eeuw door de combinatie van de traditionele ballet-muziek met de polka, creëerden zwarte muzikanten in de hoofdstad Saint-Pierre de Big Wing. De tango. De tango, een zogenaamde partnerdans, ontstaat in 1890 langs de Plate River, de natuurlijke grens tussen Argentinië en Uruguay, waarna het zich uitbreidt over de hele wereld. Op zichzelf kent iedereen de tango, als zodanig wel, maar men weet vaak niet dat er wel 7 verschillende stijlen bestaan. Wij spelen hier een versie die het meeste gelijk is vertoond met de Europese tango. En als laatste de samba. De samba heeft een rijke voorgeschiedenis en is te uitgebreid om hierop in te gaan. Maar het komt erop neer dat de samba een Braziliaanse, Latijns-Amerikaanse muzieksoort is die vooral bekend werd door het carnaval in Rio de Janeiro. Thank you.
Thank you.
Als derde stuk kunt u gaan luisteren naar Narcissus. Dit stuk is gecomponeerd door Ethelbert Nevin en is gearrangeerd door Kurt Herold. Ethelbert Nevin was pianist en componist. Narcissus is het bekendste deel uit Opus 13, The Water Scenes, uit 1891. Deze opus bestond uit 5 delen, namelijk The Dragonfly, Ophelia, Water Nymph, Narcissus en Barcarolle. Van deze 5 delen kunt u dus gaan luisteren naar het 4e deel genaamd Narcissus. Het volgende lied zal zijn Klezmer Carnival van Philips Vark. De wortels van de klezmerstijl liggen in wereldlijke melodieën, populaire dansen, het Joodse Hazanut, kantorijmuziek, en het Nigunum, de melodieën die worden gereciteerd door de Hasidim, orthodoxe Joden. De term werd in de loop der tijden synoniem aan instrumentale muziek, waarin met name de viool en klarinet de hoofdrol spelen. Voor een klezmer carnaval zijn 3 traditionele melodieën gebruikt. Gozon K.
Kalle Mazzeltof, een bruiloftsdans. Vrijlek, een Joodse kringdans. En Scherle, een Duitse herdersdans. Heel veel plezier. Thank you.
luisteren naar Milonga del Angel van Astor Piazzolla, beroemde Argentijnse tango-muzikant, bandoneonist en componist. Milonga is een Argentijnse, Uruguayaanse en Zuid-Braziliaanse muziekvorm en dansstijl. Veel plezier. Thank you.
Swinging Safari. Dit is een instrumentale compositie van Bert Kempfert uit 1962. Bij de lancering van dit stuk bij Polydor was het helemaal geen succes. Want in tweede instantie, toen het door Billy Vaughan in dat jaar werd opgenomen, werd het een succes in de Amerikaanse Billboard charts. Het doet sterk denken aan het lied The Lion Sleeps Tonight en wordt oorspronkelijk gespeeld op de Keltische fluit en een trompet. Het lied heeft vaak als een origineel muziekthema gediend in diverse tv-programma's en shows. Heel veel plezier. Michelle Boyer was de eerste zangeres die het opgenomen heeft in de studio. Het lied werd in eerste instantie zeer populair in Frankrijk, maar kreeg steeds meer bekendheid in Amerika en later in de hele wereld. Ook is het nog eens opgenomen door wereldster Catherine Valente. En het lied is meermaals gebruikt in diverse films, waaronder in Casablanca met Ingrid Bergman.
Helmond AK onder de leiding van de dirigent Antoine van Wanrooy. En die gaan nu voor jullie het laatste nummer spelen en dat is Nostalgie Jurajem. Het is een wals, een lentler of een rustige wals uit de dira van Frits Zannen en Jurk Dreger. Heel veel plezier. Een van de mooiste dagen van haar leven. Eén van de